Professionele kolomboormachines hebben boren, boorkoppen en boorhulzen met een konische schacht. Boren met een rechte schacht en een diameter tot 13 mm monteer je in de boorkop. Boren met een konische schacht monteer je rechtstreeks in de as van de boormachine. Laat de as zakken. Draai de as tot je de opening in de as ziet. Aan de binnenkant van de as zie je een smalle opening met een bolle kant bovenaan en een vlakke kant onderaan. Aan de uitdrijfspie zie je ook een bolle kant en een vlakke kant. Monteer de spie met de bolle kant in de bolle kant en de vlakke kant in de vlakke kant. Hou de boorkop vast en geef met een hamer een licht tik op de spie. De konische boorkop komt los. Houd de boorkop vast zodat die niet kan vallen. Deze boor heeft een konische schacht die te klein is voor de opening van de as van de kolomboormachine. Gebruik de juiste konische verloophuls om de boor te monteren in de as. De konische verloophulsen worden genummerd van 1 tot 6. Neem een verloophuls met een buitendiameter die in de as past en een binnendiameter die dezelfde is als de buitendiameter van de boor. Let op, dat het rechtopstaande stuk van de konische boor overeenkomt met de opening van de konische huls. Door een korte tik te geven op de achterkant van de konische huls zitten beide stevig in elkaar. Monteer de boor met een korte druk naar boven. De boor zit nu stevig in het statief. Laat de as zakken en demonteer de boor. Gebruik de spie om de boor uit de verloophuls te halen. Plaats de spie in de opening van de verloophuls en geef een korte tik met de hamer. De konische boor met verloophuls is nu gedemonteerd. Let erop dat de konische stukken niet beschadigd zijn of vol olie hangen. Hierdoor vermindert de grip.